Hoi allemaal, welkom bij deel 2 van deze vakantievlog vanuit Duitsland. We gaan eventjes ergens koffie drinken en Freek krijgt een Duits fruithapje mee. Dan kunnen wij tenminste rustig koffie drinken. Geen zin om taart te eten. Nou, dit is lekker charmant. Het ziet er wel lekker uit. Wil jij deze? Ga je eten, Freek? Fruitjes, banaantjes, banaantje, appel en graantjes. Hij vindt ze in ieder geval lekker, maar hij moet ook de omgeving in gaan. Ja, het is ook boeiend, hè? Maar zo goed in de gaten. Oeh, kijk naar de coronakoelkast. Oh, dat ben jij natuurlijk. Ga je lekker spelen? Gaat het? Ik ga hier achteraan. Ja, je zal moeten. Maar wat is het? Freek is verdwenen. Komt hij eruit? Freekie. Hey, Freekie. Wat was jij nou? Wat was jij nou? Oh, dat is mooi, hè? Een vogeltje, hè, Freek? Denk je dat ze dat gaan doen? Zo, ik heb Freek net in bed gelegd. Als Freek in bed ligt, dan neem ik toch wel even de tijd voor mezelf om even rustig aan te doen. Ik dacht, laat ik jullie een beetje weer bijkletsen met de hele zwangerschap en zo. We zijn hier lekker op vakantie met het gezinnetje. We zijn gewoon lekker gezinsdingen aan het doen. En dat vind ik echt heerlijk. Zoals jullie misschien nog wel weten, was de vorige vakantie een beetje een tegenvaller. Omdat Freek best wel ziek was. En, oh, mijn ademhaling zit weer hoog, jongen. Rustig praten. Vorige vakantie was Freek best wel ziek toen, nog begin maart. Maar ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Maar deze vakantie gaat het tot nu toe heel erg goed. Ik wil het niet jinxen of zo. Maar tot nu toe is Freek gewoon best wel vrolijk. Hij is niet echt ziek. Hij heeft nu wel een beetje, hij is nu wel verkouden. Maar tot nu toe lijkt hij er niet meegevallen van te hebben. Dus hij is best wel vrolijk. En ik ben niet ziek. Emiel is niet ziek. Dus tot nu toe, ja, maakt deze vakantie gewoon super gelukkig. In vergelijking met mijn vakanties van vroeger, dat je echt ver op reis gaat. En we zijn wezen backpacken in Amerika, Indonesië, Azië. Nou, is dit natuurlijk vet saai. En dan is je dag gewoon met de hond wandelen, zwemmen met je gezin. En dat is je dag. Maar ja, het gaat er gewoon om dat we met elkaar zijn en niet geleefd worden door het huishouden en het werk en zo. En dus, ja, het is zo super fijn om gewoon met elkaar te zijn en dan gewoon helemaal stuk te gaan. Omdat Freek weer, oh, het is zo'n boefie, joh. Het is echt, hij is zo nieuwsgierig en hij wil alles uitproberen. En aan de ene kant heeft dat natuurlijk de kant van dat hij heel snel driftig kan zijn als hem iets niet lukt. Want hij wil alles proberen, hij wil alles doen, hij wil alles kunnen. Dus dat is soms nog wel eens lastig, omdat hij heel snel een beetje dan weer gaat huilen van het lukt me niet en ik mag het niet en dan moet ik hem huilen. Maar aan de andere kant, hij is zo, hij wil de hele wereld ontdekken en dat is natuurlijk heel mooi om te zien. Met de kleine gup in de buik gaat het ook hartstikke goed. Ik voel de baby echt super vaak schoppen en de hele dag door en de schopjes worden steeds sterker. En ja, dat is echt wel weer heel bijzonder. En ja, je kan het ook gewoon wel goed zien nu dat ik zwanger zie. Dat ik zwanger ben, om er wel een beetje mee te pronken, een beetje. Maar hallo, dat mag toch wel. Zo vaak ben ik niet zwanger in mijn leven. Ik heb wel wat kleine kwaaltjes hier en daar, zoals last van brand, maagzuur. En dat ik gewoon echt moet opletten met tillen en dat soort dingen. Omdat ik anders heel veel last van mijn rug en mijn buik krijg. Maar op zo'n vakantie met Emiel, ja, laat ik hem gewoon wat meeste tilwerk doen. En dan heb ik er ook gelijk veel minder last van. Dus dat is natuurlijk voor mij ook wel heel erg bijkomen op dit moment. Dus dat is fijn. En verder voel ik me echt gewoon goed. Ik voel me zo goed. En ik geniet er gewoon maar echt intens van. Want ik weet bij Freek, aan het einde van mijn zwangerschap, toen ja, was ik er echt wel klaar mee. Of was ik echt zo groot en dat ik niks meer kon. En dus ik weet dat dat straks weer kan komen. Daarom geniet ik gewoon nu van dit moment, zeg maar. Ik zal ook nog even mijn buik laten zien, voor zover het lukt hier. Ja, ik zit
ligt hier op de grond, dus het is niet heel makkelijk om te laten zien. Maar dat is de 24 weken, nee, 23 weken en 4 dagen buik. De baby is trouwens alweer 32 centimeter, 560 gram. Dus ja, het is best wel weer aardig als je mijn buik zo zou zien. Is de baby zo groot. En de baby is zo groot als een bosbeen volgens de prenatal app. Freek heeft 2 uur geslapen. Nu is hij lekker wat aan het drinken, Freek. Een beetje aan het spelen. Even rustig wakker worden. Mama heeft ook altijd dorst na het slapen, Freek hoor. Wij gaan pannenkoekjes eten. Met spek en kaas. Lekker! Alweer woensdag. Lekker zo geweldig. Vroeg al wakker helaas. Ja, daar ben je wel. Dit is van de kinderstoel, joh. Dit is van de kinderstoel. Is die hiervan afgesloopt? We gaan zo meteen even een wandelingetje maken met z'n allen. Vanmiddag gaan we bowlen met de hele family. Dus het wordt weer leuk toch? Oh, we moeten ook nog even ergens boodschappen doen. Want we hebben toch nog wel wat dingetjes nodig. Nou, we zijn er op het punt gekomen dat mijn jas niet meer dicht gaat, behalve het bovenste knoopje. Het is hier 's ochtends gewoon nogal fris. Het is nu 6 graden, dus doe ik toch nog maar mijn winterjas aan. Maar ja, dan loop ik er een beetje zo bij. Het moet Maarten de laatste loodjes met deze jas. Straks wordt het Twente echt mooi weer, hoop ik zo. Jukka! We zijn aangekomen bij de soortgenoot van de Miel. De ezels. Oh. Nee, grapje. Nee, we zijn aangekomen bij de kinderboerderij, maar die is nog steeds dicht. Want hij is elke keer veel te vroeg. Maar we kunnen wel de biertjes even van... Er staan ponies, ezels. Kijk jongens. Wat staat zo, hè? Die ezel komt hier ineens aangereisd. Rick vindt het wel... interessant. Voorzichtig met kijken met je vingertjes. Voorzichtig met de ezel, je weet maar nooit. Hij heeft een dier. Hier in de speeltuin, hè, Freek? Ja. Zie ook eens een lijpe minuut. Ga maar zwemmen. Ga maar zwemmen. Ja! Kom maar. Hoe moet je het doen? Komt hij hoor, met zijn takkie. Typisch iets als je zwanger bent, tijdens de wandeling zo nodig moet dat je tussendoor even ergens moet stappen om naar de wc te gaan. Dat ik echt een half uur geleden nog ben geweest, jongens. Ja, als het moet gebeuren, moet het gebeuren. Zo, zijn we weer in de supermarkt. Freek, gaan we nu richting de bowling? Ga je bowlen voor het eerst in je leven? Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Lekker! Freek, geïnteresseerd in het bowlen. Piet, goed? Beter dan bowlen, wel. Wil je die ook thuis? Kikkeboe. Oh jee, een kleine zakkenroller hier. Oh. Kikkeboe. Oeh, nog een beetje stretchen. Een beetje stretchen. Hallo jongens, hebben jullie lekker geslapen? Nou, goed, maar het is te kwijt. Papa klaagt wel, ik gewoon Freek gewoon tot 7 uur even slapen. En wij lagen om 10 uur iets over het nee. Was 7 hoor, kom op.
Nou, wat is het vandaag? Aardbeien. Met frambozen en appel. Nou, dit wordt mijn fruitsnack. Fruitsnack. Dit is wat hij wil. Wat? Wat wil? Nee, ik zit naar iedereen te gluren. Dat is papa altijd als idee dat het die zonnebril op. Kan je onopvallend naar ze gluren? Naar iedereen. Ja, ja, dat is valt ze helemaal niet op hoor, zo'n baby. Die er zo bij zit. Frik die heeft net lekker geluncht. En ik ook. Dus Frik ligt nu lekker in zijn bedje. Ik ga even alvast wat vlogs editen. Zodat er voor jullie straks een nieuwe vlog online staat. Het is vandaag onze laatste dag op deze vakantie. Morgen gaan we weer terug naar Nederland. Vakantie ja, is echt in vergelijking met onze vakantie in maart super goed bevallen. Ja, ik denk dat we echt niet mogen klagen. Freek was gewoon best wel een vrolijk kereltje. En niemand ziek. Dus ja, echt een hele fijne vakantie gehad met elkaar. Ja. Ja, dan kom je toch altijd weer een stukje gelukkiger terug of zoiets. Als het wel gewoon leuk is met elkaar. Ik ben een happy mama. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Ze is altijd maar te klagen. Maar nu heb ik even niks te klagen. Met editen heb ik even een snackje genomen. Freek ligt om te slapen. Maar ik denk dat hij elk moment ook wordt. Want het is al 2:50. Nou, we zijn 5 minuten later. En hij is wakker. Maar ik dacht het al te horen. Lig je nog, bed? Normaal staat hij er al. Hey schat, lag je nog lekker te loungen? Rustig wakker worden, doet mama ook altijd. Hey! Wat zie je? Wat zie je? Dit is een leuk spel, deze eruit gooien. Zal ik hem eens uithalen? Net? Nou, we doen nog één laatste wandeling. Dan gaan we zo met z'n tweeën eten. Dan is het al voorbij. Nou, wij gaan dus even lekker uit eten. Emiel is nu Freek naar bed aan het brengen. Dit is wat ik aan heb. Gewoon even een blouseje. Maar verder gewoon niet heel bijzonder, want het is gewoon hier op Center Parks. De buik erin en gewoon gimpjes eronder. Dus prima. Ik ga bij deze de vlog ook gelijk afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vakantievlogs. En ik hoop jullie snel weer te zien in Nederland bij de reguliere vlogs. Bedankt en doei doei!